Op dinsdag 19 januari 2021, 8 uur 's avonds, gaat dit kruispunt Hoge Ring met de Herman Gorteweg dicht. De afsluiting duurt naar verwachting 2 jaar. Voor de bewoners en bezoekers van Literatuurwijk gelden in deze periode omleidingsroutes. In deze video vertel ik u hier graag meer over. Kijkt u met ons mee? Het fietspad bij de A. Roland Holstraat richting de Multatuliweg wordt tijdelijk een eenrichtingsweg voor fietsers en auto's. Je kan voortaan via deze weg de wijk uit. Wilt u de wijk in, dan moet u een andere route kiezen. En let op, vrachtwagens mogen hier niet komen. Komt u op de fiets vanaf de Multatuliweg en gaat u naar de A. Roland Holstraat, dan maakt u gebruik van het huidige voetpad. En voor voetgangers leggen wij een tijdelijk nieuw voetpad aan. De verkeerssituatie rondom de scholen hier achter mij gaat ook veranderen. Er komt een paaltje waardoor de A. Roland Holstraat een doodlopende straat wordt. Wilt u uw kind straks afzetten? Dat kan dan bij de parkeerplaatsen aan de J.J. Schlauerhofstraat en de A. Roland Holstraat. Komt u vanaf de andere kant, dan zet u uw kind af bij de parkeerplaatsen aan de Jan Kampertstraat. Ook wordt in de Hans Lodijzenstraat en de Hans Andreasstraat eenrichtingsverkeer ingesteld. Deze maatregelen treffen wij om de verkeersveiligheid en de doorstroming in de Literatuurwijk voor de komende 2 jaar tijdens deze afsluiting goed te houden. Wilt u alles nog een keer op uw gemak nalezen? Dat kan. Dan gaat u naar www.flevoland.nl/hogering of u downloadt de bouwapp in de Google Play Store of de App Store.